tweede paasdag vandaag en achter mij een lege wei. Alles is anders in deze tijd. Evenementen gaan niet door, mensen kunnen minder bij elkaar zijn, maar ook kleinere dingen die normaal gesproken heel erg leuk zijn om bij te wonen, gaan nu anders. Zoals bijvoorbeeld de koeiendans, het vrijlaten van de koeien wat elk jaar natuurlijk weer een hoogtepunt is. Normaal gesproken staat het hier helemaal vol met mensen, nu alleen familie en medewerkers van de boer hier bij de Malpiehoeve. En we gaan kijken hoe dat eruit gaat zien, die koeien die voor het eerst weer lekker mogen gaan genieten van het voorjaar. Francine en Jan van de Malpiehoeve in Valkswaard. De koeien staan erop te wachten naar buiten gaan, of niet Jan? De koeien staan er zeker op te wachten, ja, die hebben er zin in om naar buiten te gaan. Ja. Hoeveel koeien betreft het? Nou, op het moment zijn er 58 koeien. En die mogen alle 58 nu naar buiten, ja. Elk jaar weer een bijzonder moment, hè, de koeiendans. Dat de koeien weer voor het eerst naar buiten mogen. Normaal gesproken hartstikke druk. Maar dit jaar ziet er toch allemaal iets anders uit. Ja, inderdaad. Dit jaar is het zonder toeschouwers. Ja. Niet zoveel als andere jaren, ja. Dat klopt. Staan de koeien er echt op te wachten? Ja, ze vinden het op zich altijd fijn om naar buiten te gaan. Als ik anders in de zomer, als ze gewend zijn om naar buiten te gaan, ik doe om 8 uur de deur open, zijn ze ook allemaal binnen 5 minuten buiten. Dus ze vinden het wel leuk om naar buiten te gaan. Ja. Alhoewel dat ze 's middags om 1 uur of 2, 3 ook weer automatisch naar binnen toe komen. Ja. Bijzonder moment. We vinden het heel fijn dat jullie speciaal even op ons gewacht hebben met de camera's. Zodat de rest van Valkenswaard toch even kan genieten van de koeien die naar buiten gaan. En Francine, de zuivel die de koeien produceren, de melk. Wat wordt daarvan gemaakt hier? Daar maak ik mijn eigenste roomijs van. Wij hebben ook sorbetijs op waterbasis. Maar de meeste smaken zijn op roomijs. En die maak ik gelijk zelf. Het ziet er dit jaar natuurlijk allemaal even iets anders uit dan anders. Hè? Jullie terras en speeltuin natuurlijk normaal gesproken vol met ouders en kindjes. Hoe gaan jullie nu eigenlijk je ijs kwijtraken aan de mensen? Ja, natuurlijk produceer ik nou veel minder ijs. Want ik heb vorig jaar ook net nieuwe machines gekocht, waardoor ik heel veel in één keer kon maken. Dat is nu stukken minder. Gelukkig, zoals afgelopen zaterdag, paaszaterdag, zijn heel veel mensen, staan wij van 11 tot 2 aan de poort. Er zijn heel veel mensen een emmertje ijs komen halen. We horen ook regelmatig van mensen, oh, we moeten de lokale ondernemers steunen. Dus we komen hier een ijsje halen of een eitje halen. Dat is wel heel erg leuk om te horen. Ja. Goed om te horen dat het hier ook nog doorgang vindt. Jan, de koeien gaan zo naar buiten. We zijn er mogen er getuigen van zijn. Kun je kort uitleggen, is het gewoon een kwestie van de deuren openzetten of is er nog een heel logistiek proces aan voorafgaan? Nee, het is gewoon een kwestie van de deuren openzetten inderdaad. Ja. En dan kunnen de koeien naar buiten, ja. We gaan zien hoe het eruit gaat zien. Prima, daar gaan we werk van maken.